Laten we in deze video even kijken naar de nasleep na al deze browseroorlogen. Nu, zoals gezegd in een vorige video, tot op de dag van vandaag wordt het web eigenlijk gedomineerd door de Chrome-browser. Rond het jaar 2019 piekte het marktaandeel van Chrome zelfs tot 70% en tot op de dag van vandaag is het de marktleider. Nu, naast de dominantie van Chrome zien we dat ook andere browsers meer en meer gebruik beginnen maken van de Chromium Engine, waar Chrome op gebaseerd is. We zien bijvoorbeeld dat in het jaar 2013 Opera beslist heeft om volledig Chromium gebaseerd te worden. Voorheen hadden ze een eigen engine, maar in 2013 beslisten ze dat het beter voor hen was om ook gebruik te maken van de Chromium Engine. Zelfs Microsoft in het jaar 2020 besliste om een Internet Explorer engine stop te zetten en volledig over te gaan naar de Chromium engine via hun nieuwe browser, de Edge browser. Dus we kunnen eigenlijk zien dat Google via enerzijds Chrome, maar ook de Chromium engine een gigantische controle heeft over het web via de webbrowsers. Als we de marktaandelen optellen van alle browsers die gebruik maken van Chromium, zien we dat Chromium dus eigenlijk een marktaandeel van meer dan 71% heeft vandaag. Nu, de evolutie van de marktaandelen van al deze verschillende browsers. Je kan daar heel mooie illustraties en video's over maken. Een van deze video's achter mij gaat bijvoorbeeld over de evolutie van de marktaandelen tussen het jaar 1993 en 2022. Waarin je mooi kan zien welke browser wanneer het web domineerde. Nu, een andere mooie illustratie kunnen jullie hier achter mij zien, die eigenlijk niet de marktaandelen van de browsers, maar de achterliggende browser engines illustreert. Dus hier kan je bijvoorbeeld zien in het jaar 1993, dat Mosaic, dus het blauwe gebied, de markt domineerde. En kort daarna zien we de Netscape browser die rond het jaar 1995 het web domineert. Dan kan je zien dat het blauwe gebied daarna weer uitbreidt. Dat is wanneer Internet Explorer een gelicentieerde versie neemt op Mosaic en zo de Mosaic-lijn verder zet. En zo zeer snel tot de dominante browser engine leidt. Nu, je ziet daar ook tussen de blauwe en gele gebieden een rood gebied ontstaan. Dat is de Opera-browser, die ook lang actief blijft. Nu, het gele gebied zet zich uiteindelijk ook verder. Niet meer als de Netscape-browser, maar de Firefox-browser, die ook dezelfde onderliggende software blijft gebruiken. Nu, uiteindelijk zie je daar ook het groene gebied starten. En dit is het KDE-gebied. Dus de engine van de HTML-engine van KDE, die uiteindelijk geforkt wordt door zowel Apple als Google in Chromium. Dus momenteel zitten we eigenlijk in een web die gedomineerd is in een KDE-gebied.